nu ook natuurlijk buiten zijn met... En er is de Winterrit, dat is de halfpipe van Svalgur. Ik sta hier aan het met Ies Rekker, een glijbaan die boven het water is. En dan land je eigenlijk volledig in het water. En wat je boven het schild. Gelijk een springplank. Thank you.
een bultwaterbaan gedaan en een bandenglijbaan. Dat was een duellerende glijbaan en ja, dat was een gewoon standaard glijbaan met veel dropjes en zo. Maar ja. Het is een heel speciaal park, dus heel mooi aangeleid. Wat de Europa een keer neergezet is echt wel fantastisch. Ik heb nergens anders zo gezien. Heel vaak is een zwembad subtropisch. En dit is totaal anders ingericht. Dit is eigenlijk meer naar het Scandinavische gedeelte. IJs, koude en grotten en zo. Hoog gezonken schepen en zo. Heel speciaal eigenlijk. Om eens mee te maken is een andere jasje. Want je hebt al het subtropische zwembad, maar dit is toch wel iets anders. Daarachter, daar hebben we nog een heel nieuw gebied en de naam is Valgurok, denk ik zoiets. En dat is een heel gebied met wat glijbanen. Ik ga er nu niet naartoe, want ja, het is wel even vrij koud als je nu op die wachtrij moet staan in die trappen. Ga ik even niet doen. En er is zelfs een heel soort bar hier in deze tent. Wachttijden van de verschillende glijbanen. We zien hier een glijbanengedeelte en dat is eigenlijk toevallig hier. Alles van dit ijsgedeelte is allemaal hier. We hebben Twaalfval en Stormwind. Stormwind heb ik net gedaan. Dat is een vrij snelle glijbaan. Twaalfval heb ik daar niet gedaan omdat die ook is uit die 10 minuten. En ik heb Twaalfval gedaan, mijn excuses. En Stormwind is 20 minuten, maar ik niet meer aanschrijven. Icebreaker is dat je naar beneden valt en van deze twee heb ik Vinterrit gedaan. Ja, deze, met deze band. En dat is met de halfpipe. Hier hebben we nog een
nog twee glijbanen, die hebben we ook gedaan. Ik denk dat ik Eugene heb gedaan. Dus zijn eigenlijk gewoon een duellerende die eigenlijk samen zit. Dan heb je deze twee nog. Hier staat ook 12 jaar, 1,40 meter. Die heb ik niet gedaan, dat is met een valkuil. Dus die wou ik liever niet doen. Dat mag niet in de film worden, uiteraard. Vanwege de veiligheid. Dan hebben we Viltstorm, dat is een soort van Rapid River. En Snorri Saga is een Lazy River. Zo, dit was hier ons avondje in Rolandica. Een heel fijn waterpark, kom zeker nog eens terug. Want ik heb nog niet alle glijbanen kunnen doen. En zo door het grote aanbod en door de vele wachttijden en zo. Dus ja, tot de volgende keer.